Hallo. Hey. Collega? Ja, wat kan ik voor u doen? Collega achter de bar. Ja, wat kan ik voor u doen? Ik heb hier een papiertje van een patiënt die ik net afgeleverd heb. Zou deze even weg kunnen brengen? Ja, ik zal hem even in het postvak stoppen. En welke dokter heeft u hem afgegeven? Sjakens. Oké, nou geef maar. Ja, hier, alsjeblieft. Ja, bedankt. Ga ik hem even in het postvak stoppen. Ik ga even mijn uniform even in de was doen, even een andere aantrekken. Jo, is goed. Ik ga even mijn blauw-blauw controleren. Oh ja, laat me zitten. Collega, meekomen. Om welwording. OC 1018. 1018, geef bericht. Ja, te plaatsen, om welwording. Was begrepen en uit. Collega? Ja. Ik pak zo de hartmonitor en het trauma kit. Kunt u de zuurstof meenemen? Ja. En eventueel de Lucas? Ja, dat is begrepen. Kieken, waar liggen de handschoentjes? Oh, hier. Wil je twee hebben? Ja, doe maar. Ja, alsjeblieft. Waar is het? In het park, bij de fontein. Oké. Het zal weer om een zwerver gaan, denk ik. Ik weet het niet. Of voor mij zie ik wel waar het is. Ja, er staat een politieauto. Yo, hiero! Misschien kunnen we die tussendoor, ja. Let's go. Meneer reageerde net. Even dat jullie het weten. Hallo meneer, hoort u mij nog steeds? Ja, ik hoor je. Maar ik heb echt heel veel pijn en ik. Hallo meneer. Goedendag meneer, mijn naam is meneer Meter van de Ambulancedienst. Kunt u mij vertellen waar u precies pijn heeft? Nou, ik heb heel erg veel pijn op mijn hoofd. Collega, kunt u even voor de zekerheid de hartmonitor aansluiten? Ja. Ik ben nog echt heel erg duizelig. Oh, collega, go. Yo. Oh. Meneer, hij valt weg volgens mij. Meneer? Wat heb je gemeld, zo even opschieten met die hartmonitor, collega. Ambu 2, OC over. Ambu 2, geef bericht. Aanrijdend A1 richting onwelwording, Meadows Park over. Dat is begrepen en uit. Dus ik ga de ambu en zo even opvangen. Ja, een bericht aan alle ambu-eenheden. Jullie krijgen bij deze open rijden contact. Menno, kun je even aan de collega's doorgeven? ABC onstabiel. Ja. Pols is zeer zwak. Ambu 1 voor ambu 2. Ambu 1 geeft bericht. ABC onstabiel en de pols is heel zwak. Is de reanimatie dan al gestart, neem ik, of niet? Ik ga nu de reanimatie starten. Oké, ga ik doorgeven. Matthijs? Ja, hij heeft geen hartslag, collega. Ja. Reanimatie gestart dus. Ja, begrepen. Over de G, OC over. Over de G, geef bericht. Te plaatsen over. Dat is begrepen net, je krijgt ook overheid contact. Over de G. Hallo. Hi, C-trap. ABC onstabiel, ABC onstabiel. Ik wil van een verpleegkundige op dit moment een C-trap. Meneer is ABC onstabiel. Klaagt over pijn in zijn hoofd, mogelijk een hersenbloeding. Ja. Meneer is ABC onstabiel. Pols is zeer zwak. Ja. Top niet. We zijn begonnen met de reanimatie. Oké. Dan mag even iemand de Lucas pakken. Ja, die heb ik al aangesloten. Heb je al aangesloten? Oké, is er al een shock gegeven? 19-4 is de eerste druif van de monitor. Dank u wel. Neemt de Lucas de reanimatie over? Raymond? Raymond. Positief. Verpleegkundige van Ambu 2. Ja, geef bericht. Kunt u zo eerst even de shock geven? Kijken wat dat uithaalt. Even kijken, waar staat. Oh ja, hier staat de hartmonitor. Ik ga even gereed maken voor shock. Even chauffeur, even afstand. Ja. Oké, jongens, allemaal los. Hey collega's, is er nog wel iets wat ik kan doen? Is iedereen los, jongens? Ja. Oké, shock gegeven. Rea kan doorgaan. Goedendag over de G. Goedendag.
Collega, is nog iets wat ik kan regelen? Aansluiten? Ja, ga ik doen. Of Menno. Menno. Ja, even een beetje mensen op afstand houden. Ja, is goed. Raymond. Ja? Wat waren de klachten? Meneer heeft pijn in zijn hoofd. Mogelijke hersenbloeding. Oké, is het goed? ABC was onstabiel. Pols was zeer zwak. Tot niet. De eerste uitdraai is gemaakt van de hartmonitor. Het zag er heel slecht uit. Sowieso een hartafwijking, maar dat was wel al duidelijk. Oké. Okay. Is de zuurstof aangeschoten? Positief. Positief. Ik ga nog een tweede uitdraai maken van het van de hartmonitor. Yo, ik controleer even de Lucas. Had de persoon trouwens ook last van zijn nek of zo aangegeven? Negatief, alleen last van zijn hoofd. Ja, hij heeft alleen last van zijn hoofd. Ik wou hem vragen waar is zijn hoofd precies, alleen zo viel meneer weg, dus. Oké, ik bekijk even naar de Lucas. Menno, kun je even zoeken naar eventuele ID-kaart of zo voor de politie? Ja, Raymond, de Lucas blijft gewoon doorgaan. Ja, ik heb hier de OVG. Ja. Tweede uitdraai van de hartmonitor, het ziet er al iets beter uit. Heeft u, tweede uitdraai van de hartmonitor, oké, geef maar je. Heeft u iets van een ID-kaart gevonden bij deze man? Alsjeblieft. Oké, jongens, ik ga zo'n tweede school geven, Raymond. Okay. Dus allemaal hij zei dat hij heette iets met Alex. Maar ik verstond het niet helemaal wat zijn achternaam was, sorry. Jongens, is iedereen los? Ja. Oké, tweede shock gegeven. Ambulance, broeder. Ja. Ja, politie nagevraagd voor een ID-kaart. Had hij niet bij, hij heette iets met Alex, alleen de achternaam hoorde die niet. Dit is alleen Raymond. Belangrijk voor de politie. Raymond, ik zie langzaam een hartslag terugkeren op ja, de hartmonitor. Ja, dat wou ik ook net zeggen. Oké, ik krijg... Misschien een infusionaaltje prikken voor de zekerheid. Ja, als u dat doet, dan kijk ik even de bloeddruk. Oké, de bloeddruk komt ook steeds meer terug. Meneer, hoort u mij? Meneer? Wat is er? Oké, zal ik de Lucas uitzetten? Ja, doe maar. Meneer, ik weet niet of u mee had gekregen van meneer Meter van de ambulancedienst. Nee, moet ik mee? En ik ben meneer Pol van de ambulancedienst. Maar ik wil niet mee. Meneer, het is beter voor u als u meegaat. Wat gaan jullie allemaal doen dan? Nou, dan wordt u even nagekeken in het ziekenhuis. Zoals het er nu op lijkt, heeft u iets van een hersenbloeding, meneer. Oké. Hallo. Ja? Kan je even de Lucas terug in je handen liggen? Heeft u iets van een ID-kaart bij u? Ja, in mijn kontzak zit wat. Ik pak hem wel even. Politiecollega? Ja, geen manier. Alsjeblieft, kunt u even familie in kennis stellen en eventueel al laten komen naar Cassidy? De familie in kennis stellen en zo, ja, is goed, zal ik even doen. Over de... Meneer? Ja? Kunt u mij vertellen wat voor dag het vandaag is? Zondag. Oké, okay, kunt u nog wel vertellen hoe u heet? Jan? Ik weet het echt niet. Oké. Okay. Hoorde ik nou Jan op het idee staat Alex. Oké. Okay. Hoeveel vingers steek ik op en neer? Meneer? Ja? Even luisteren naar mijn collega. Hoeveel vingers steek ik op? 2. Okay. De ogen werken nog prima. Alleen Sorry. Hij is een beetje vergeetachtig. Dat is logisch omdat hij onwel is geworden. Hebben we gekeken naar de pupilreflex of niet? Ja, dat werkt goed, want namelijk hij zag met 2 vingers. Jo, dan is het goed. Gewoon een brancaatje klaarmaken over de G? Ja, ik doe nog even snel een fast test en dan kunt u alvast eventjes de brancaat klaarmaken. Zal ik hier even blijven dan, Raymond? Kunt u met onze collega Matthijs even de brancaat klaarmaken? Ja. Ja, hier staat er al één gereed. Ik heb hem al even neergezet. Als je erop moet, dan rijd ik hem eventjes naar jullie toe. OVD? Meneer's naam is Alex Bokman. Oké, hier komt de brancard aan. Ik wil het weten. Meneer? Welke ambulance gaan we vervoeren? Ja? Mijn of jouw? Jou. Is er? Kunt u even bij de arm optellen?
Kun jij dat zo ik ben heel erg achterin gaan zitten? Ja, ik rij wel even mee met jullie. Ja, zal ik achterin dan, Raymond? Ja, ik ook. Ja, ga je gewoon achterin helpen. Ja, blijf liggen, meneer. De brancard wordt gereed gemaakt. We gaan hem daar op de brancard tillen. Kunt u voor mij alleen even twee armen opsteken? Ja, hier. Ja, u doet één arm. Kunt u misschien even lachen? Probeer maar eens te lachen. Raymond, had je alleen het infuusnaald geplikt of zit er ook al een infuus aan? Nee, ik heb hem alleen geplikt voor het ziekenhuis. Oké, ambulanceverpleegkundiges. Ja? Ja? Wij hebben inderdaad te maken met een hersenbloeding. We gaan snel mogelijk vervoeren. Ik ga vast vooruit naar het ziekenhuis. Ik licht het traumateam op dit moment in. Ja. Zal ik voor rijden met mijn auto? Hallo? Ja? Hij moet hierin, want de brancard komt voor mijn ambulance en die past niet in jouw. Oh. Jouw ambulance. Dus, ik ben op dit moment bereikbaar via de pad. Dan rij ik wel samen met Jesse en Matthijs mee, Menno. Goed. Ja, dan rijdt mij naar de achteraan. Zal ik het spoedtransport begeleiden? Wij tien op de brancard? Ja, is goed. 1, 2, 3. Tillen. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Oké, we gaan richting de auto. Welke auto? Ja, we gaan nu met de brancard in de richting de auto. Kom zo maar achter mij staan. Ik ga vast op de plek staan waar ik van vertrek. Dus ik was ik over het plan. Raymond, als je me hulp nodig hebt, moet je hem vergeel geven. Of als je iets wil weten waar iets ligt. Wij gaan richting Schotler. Zal ik het even doorgeven aan het OC? Gaan we naar Cassidy of Schotler? We gaan naar Schotler en dat is op de Cassidy Street. Meneer, is ook wel een beetje uitgedroogd, hè, Jersey? Ja, misschien even in het linkerlaadje aan zijn zijkant ligt een zak met infuusspul, weet je wel. Ja, klopt, wij hebben zoveel soort ambities. Ja, maar. We hebben rood op de kruising. Nog maar het is iets anders ingedeeld, Raymond. Nog een keer rood. Hoe lang moet ik dan in het ziekenhuis blijven? We hebben hier groen. Het is druk. Collega? Ja? Misschien handig om even te stoppen. Want? Meneer, verlies weer een beetje bewustzijn. Matthijs, zit maar aan de kant. Ja, ik ga me hier rechts aan de kant gooien. Meneer, hallo. Kom aan, de weggeefjes een beetje vrijmaken. Collega, wat kan ik doen? Hou mij weer even aan de grond, want het gaat niet goed. Raymond. Zou deze ambulance even aan de kant kunnen gezet worden? Nichtje. Geen uitslag. Laat hem even staan voor het verkeer, is even prima zo. Oké, ik pak de Lucas. Ik scherm maar. Nee, stoppen. Ik hoor via de potten dat er wat mis is. Wat, kan iemand mij melden wat er mis is? Meneer heeft geen uitslag meer. Is onwel geworden tijdens het rijden. Ja. Uiteraard gemaakt, geen uitslag. Raymond. Kant eruit. Ja? Op 3 neemt Lucas Rea over. Oké, dan hoeft alleen de beademing gedaan te worden. Ja, ik tel. Oh nee, zuurstof zitten. Hey. Zal ik tellen anders? Want ik zet me aan, dus. 1, 2, 3. Lucas neemt over. Zou die ambu hiernaast iets verder vooruit kunnen? Ja, zal ik dat doen? Mag ik de sleutels van degene? Want ik heb hier geen vrije werkruimte op. Ja, de sleutels? Nee, niet die, niet. Deze. Ja, die wel. Oh. Zal ik deze ook iets naar voren zeggen? Nee, doe alleen maar die naast ons. Het zit er niet op. Ik ga even een uitdraai maken. Oh, volgende keer even uitkijken, mevrouw. Doorrijden, nu, heel gauw. Oké, heren, even snel een sliptrap. Meneer heeft nog steeds geen hartslag. Lucas aangesloten. Wij zijn. Heeft u de uitdraai van het hartfilmpje? Oké, ik geef de verpleegkundige wie net aan het woord is gekeken bij deze toestemming 0,2 adrenaline toe te dienen. Ja, gaan we doen. Het ziekenhuis is paraat, de kamer is vrij, de traumateam staat klaar. We hoeven vandaag nog maar de overdracht te doen. Oké. U heeft net het laatste hartfilmpje die ik net heb gemaakt gekregen, hè, OVD? Nog niet. Als u even wil geven, kan ik even doorgeven. Over de G. Hier heeft u hem. Ja? Is toch dank u. Over de G. Ja? Is het niet handiger om dit persoon zo snel mogelijk naar het ziekenhuis, weet je? Dat vraag ik me af. Ja, we moeten eerst persoon nog even beter stabiliseren, omdat dat op dit moment zeer zwak is.
okay. kunnen we niet vervoeren. Want in de ambulance hebben we op dit moment niet zoveel. Dus ja, de stabiliteit is op straat. Collega? Dat was zwakke grond. Oké. Okay. Wat zei je, Raymond? Houd de adrenaline wat uit, hè? Ik zie een kleine hartslag terugkomen. Ja, zo'n vermoeden had ik al. Bloeddruk is goed, zie ik. Een kleine hartslag? Ja, ik zie hem weer een hartslag. Komt rustig aan terug. Oké. Langzaamaan terug, dan gaan we op dit moment in de ambulance en dan gaan we gelijk doorvervoeren. Jo. Op, haal de brandkamer omhoog. Ik ga klaar staan. Ja. 1, 2, 3. Oké, brandkamer omhoog. Oké, jongens. Ja, over de G, kom maar door. Pak jij wat uit dan? Ben jij er achteraan of? Nee, ik ga gewoon door. Ik ga naar kunnen we? Ja, we kunnen. Gassen. Zitten jullie achter me? Waar is die? Kun je nog een beetje doortrappen? Ja, ik moet achter de agent blijven, anders dan... Ja, vraag gewoon aan die agent of hij een beetje door kan gassen, want het gaat hier nog steeds niet goed hoor. Ik ga zo snel mogelijk. Groen op de kruising en daarna rood op kruising. Ja, het gaat hier achterin nog weer mis. Het gaat hier weer mis. Ja. Oké, alle mensen zie ik nou eens even een beetje ruimte maken. Even afschermen. Want ik zie de afscherm weer weggehaald. Dus even afschermen. Kom op, even afschermen. Kamer is vrij. Oké. Ja. Wat kan ik doen, collega's? Loop mee, jongens. Kom maar. Loop ook eventjes mee. Van de kant, jongens. Kom op. Even aan de kant. Even ruimte maken. Gaan we hier de overdracht doen. Goedendag, mensen. Meneer is nog steeds heel zwak. Ik heb hier een brief met alle hartmonitorgegevens. Er is 0,2 adrenaline toegediend. Zuurstof is toegediend. Hij is wel een paar keer bij kennis geweest, maar is ook weer zelf vervaagd. Toen we aankwamen, of toen de eerste ambulance eraan kwam, had hij ook nog wel aanspreekbaar met hoe vervaagd is omgegaan aan de rea. Ecuador geeft je de telefoon en dat is op dit moment wat we voor u hebben. Redt u het op dit moment? Oké, daar gaan we weer. Bedankt. Succes. Over de EEG. Ja? Kunt u mij iets voor mij doen, alsjeblieft? Wat dan? Als dit is afgelopen, mij even een berichtje sturen. Jij hebt mijn nummer als het goed is. Hoe dit is afgelopen. Zou ik graag willen weten. Ja, is goed. Ik voor u op dit moment ook een taak. Zou u hier op dit moment willen blijven of in de voorhal om de familie op te vangen? Ja, want de familie die was onderweg. Ja, familie is onderweg. Oké, dat is begrepen. Als u even wil opvangen en even een beetje gaan dat u slachtofferhulp hebt, even een klein beetje slachtofferhulp toe binnen. Ja, dat zal ik zeker doen. Bedankt. Hoi hoi. Fijne dienst, collega. Ja, hetzelfde. Misschien tot straks.